blij dat we hier niet alleen zijn. Heel veel volk op dit plein. Ik hoop dat er nog meer volk in het park zit. Dat heel Brussel feest gaat vieren vandaag met ons op 0110. Welkom en een hele goede middag. Goedemiddag, Kutting Edge. Alles goed. Ja. Wat vind je van de sfeer hier? Hier vanachter is het in ieder geval heel gezellig. En zoals Tom voorspeld had, voor Antwerpen en alle andere steden, dat het een feest moest worden. En we hebben al een soundcheck achter de rug. En ja, bolt lekker. De sfeer is heel aangenaam. En ja, ik vind het tof. Wat breng je vanmiddag? Ik ga een nummer zingen samen met Laura Kleekomp voor de reguliere man van de straat, mij inclus, misschien onbekend, maar het is een hele bekende operazangeres in de rest van de wereld. En wij gaan een nummer uit de West Side Story brengen. Ik heb bedenkingen gehad bij negatieve reacties, waar mensen reageerden in die wandelgangen, zo van dat het zou gaan over populariteit van artiesten zelf, of met name sommige bands die dat doen om meer in de kijker te staan of zo. Dan heb ik wel, ik vind dat op zich een vrij kortzichtig gegeven, omdat dat echt niet de reden is. Juist regen gevallen, vreest u voor de opkomst of? Nee, ik denk daar niet over na. Nu kan ik er toch niet meer over nadenken. U zou ook spelen voor 5 man? Absoluut, dat heb ik ook al gedaan trouwens. Ik ben ongelooflijk super trots dat ik hier mag zijn. Ik zit hier echt te genieten van het feit dat ik hier gewoon ben. Het is een heel open concert, het is heel vriendelijk, het is low security en iedereen doet gewoon zijn ding. Blij van dat het een feest is, dat alles wat we tegenwoordig over onze nek krijgen, kommer en kwel is. Die multiculturele wereld wordt voorgesteld door extreem rechts als één pot ellende en dit is een feest. Artiesten moeten de weg wijzen, dat het wel mogelijk is om elkaar te bevruchten, elkaar te beïnvloeden, elkaar te verrijken met onze muziek. Ik heb een single, The Revelation, en we gaan een aangepaste versie daarvan spelen, The Revolution. Allee, dus migranten, natuurlijk zijn daar problemen mee. Dat is normaal. Die mensen komen van elders, die hebben andere gewoonten, die eten iets anders, die hebben andere verwachtingen en goestingen bij het leven. Maar dat geldt voor u en ik ook. Hè. Als wij moeten ons beginnen focussen op het verschil tussen ons beiden, er zijn er evenveel als er waarschijnlijk gelijkenissen zijn. Benauwde dat ik heb gelezen is dat 0110 het onverdraagzaamste is wat er dit jaar gebeurt. Wat ik de meest complete bullshit vind wat er bestaat natuurlijk. Het zijn vooral de onverdraagzame mensen die gewoon zeggen dat een concert voor verdraagzaamheid onverdraagzaam is. Bedoeling om een feest te organiseren natuurlijk. Zoveel volkomen, want dit is niet een concert of een festival of zo, of iets voor geïnteresseerden. Dit is een oproep om mensen te verzamelen. En er zijn hier heel veel mensen op deze wereld, dus ze mogen hier allemaal zijn.
Ik denk dat tevreden zijn het beste medicijn is tegen extremisme.